2018 een zakelijk goed jaar geweest. Heel fijn om hier vandaag bij u te zijn en met u het nieuwe jaar in te luiden. Waarbij ik hoop dat u zeer succesvol zult zijn met uw onderneming. In 2018 was een succesvol jaar waarin de economie natuurlijk prima draaide. En mensen hebben daar optimaal van geprofiteerd. Wat natuurlijk wel een uitdaging is geweest voor ondernemers om aan goed personeel te komen. Daar zit natuurlijk iedereen mee. Ondernemingen groeien en bloeien en breiden uit. Maar dat houdt vaak niet gelijke tred met het personeel wat daarvoor nodig is. Maar waar nodig helpen we ook daarmee. Maar we hebben gewoon een goed jaar gehad. Het is een belangrijk jaar, zoals ik ook al in mijn speech zei, dat wij grote zorgen hebben met betrekking tot de plannen met Spuiboulevard. Daarvan hopen wij zijn erbij betrokken, maar we hopen ook echt dat we voldoende invloed kunnen uitoefenen zodat de stad bereikbaar blijft. Want anders moeten we de stad op slot doen, dat is ook een besluit. Maar ik denk niet dat we daar onze middenstand een plezier mee doen. Dus daar pleiten we voor. Een andere uitdaging is natuurlijk heel erg de A16 en de N3. De N3 die de komende jaren op de schop gaat. Ook daar zitten we bovenop. Want ja, de stad moet bereikbaar zijn en blijven en ondernemers moeten hun bedrijf kunnen uitoefenen. Bereikbaarheid is essentieel. Ik geloof ook zeker niet in het sluiten van de Spuiboulevard, absoluut niet. Kijk, als je bijvoorbeeld een parkeerhub hebt, zeg maar, als we het hebben over Londen, Parijs, New York, dat soort steden, dan geloof ik nog wel dat mensen bereid zijn om, zeg maar, aan de rand van de stad de auto te parkeren en dan met openbaar voer naar het centrum te gaan. Dordrecht, met alle respect, kun je gewoon vergeten. Moet je niet doen, want dan jaag je mensen de stad uit. Dus je moet gewoon goede parkeervoorzieningen hebben voor het winkelend publiek en voor het bezoekend publiek. En één ding weet ik wel, de parkeernorm die we nu hanteren, zeg maar, voor de woningbouw, ja, daar moet je wel wat aan doen. Dan moet je meer het Rotterdams voorbeeld volgen. Is het echt nodig? Is het echt nodig dat iemand die een huurappartement heeft van 50 vierkante meter, om daar één parkeerplaats voor te regelen? Ik geloof het niet. Ik denk, die mensen hebben geen auto. Of die willen geen auto, want dat is de reden waarom ze in de binnenstad zijn gewonnen. Dus het is een beetje tweeledig. Voor het winkelend publiek, ja, parkeervoorzieningen, ja, bereikbaarheid. En voor de bewoners die in de binnenstad besluiten om te gaan wonen, moet je echt die parkeernorm drastisch naar beneden werken. Wil je er ook een leuke stad. En het voordeel is, als je de mensen een beetje uit de auto jaagt, hè, de bewoners, gaan ze meer met openbaar vervoer. En nou goed, met alle gevolgen van die, misschien dat we ooit weer het intercitische status teruggaan. Natuurlijk kunnen wij de ambitie hebben dat mensen op de fiets of met het openbaar vervoer komen. Het is prima om die ambitie te hebben, maar het is niet realistisch. De realiteit laat zien dat mensen het liefst in de winkel willen parkeren. Om onze binnenstad bloeiend te houden en levendig te houden, moeten wij zorgen dat mensen zo ver mogelijk de stad in kunnen komen met goede parkeervoorzieningen en op die manier faciliteren. Wij zijn heel tevreden over 2018, want wij zijn in 2017 begonnen. Als startende ondernemer. Wat wij in 2018 hebben gezien is best wel een grote groei. Dordrecht heeft ons geaccepteerd. Wij zijn zelf, dus samen met mijn compagnon, ook echt gewoon ras-echte Dordenaren, hier geboren. Dat groei willen wij dus straks omzetten in wat moois. Wat wij dus voor Dordrecht weer terug kunnen doen. Ja, we zijn er zeker blij mee. Ja. Als ik gewoon kijk naar wat in de stad allemaal opkomt, dan zie ik dat terug. Het eerste wat in me opkomt is bijvoorbeeld op de achterom hebben we nu de eerste concept store World of Hearing. Voor eigenlijk een internationale nieuw winkel voor gehoorapparaten.
Wat gewoon echt ja, heel erg nieuw concept is. En dat is gewoon de eerste plek waar ze dat gaan uitproberen is in Dordrecht. En als dat hier lukt, dan gaan ze het internationaal uitrollen. Nou ja, zo zijn er nog heel veel meer andere initiatieven in de stad op ondernemersvlak die gewoon opbloeien. En het voelt gewoon alsof we op een punt staan dat het alleen nog maar beter kan worden. Wat zijn nou de ambities voor het komend jaar? Nou, het college en eigenlijk de hele Dordtse politiek kiest ervoor om naar een ontwikkelgemeente toe te gaan. Een gemeente die wil groeien en bloeien. Waar inderdaad de komende jaar 4000 banen bij moeten komen. Waar 4000 woningen moeten worden bijgebouwd en de jaren daarna nog meer. En ja, dat zijn natuurlijk dingen die ondernemers uiteindelijk ook voor een deel moeten oppakken. De overheid creëert weliswaar banen, maar ondernemers creëren veel meer banen. En dat zijn dus zaken die we samen moeten doen. En dat betekent dat de gemeente ernaar moet werken om ondernemers vriendelijk te zijn. Zo min mogelijk onnodige regels. Ondernemers helpen bij de plannen die ze hebben. En ondernemers zullen moeten ondernemen. En dat creëert uiteindelijk banen. En daar waar het gaat om woningbouw, moet ook de lokale overheid en de provinciale overheid ruimte geven om die woningbouw mogelijk te maken voor de doelgroepen die behoefte hebben aan bepaalde woningbouw. Ja, het zijn uiteindelijk ook weer bouwondernemers die het waar moeten gaan maken. Ja, daar moeten we hand in hand in optrekken. En dan worden we een ondernemende, een bruisende, een bloeiende stad. Plannen zijn leuk, wij maken natuurlijk ook plannen. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om wat ga je concreet doen. En we horen heel veel van plannen, 4000 woningen, 10.000 woningen. Alleen persoonlijk merk ik daar op dit moment weinig van. Althans, het zijn alleen maar plannen van die op tafel liggen, maar we moeten nu gewoon uitvoering gaan brengen. En we moeten vooral niet te lang wachten. Ik weet niet wanneer de recessie komt. Misschien gaan het nog 3 jaar duren, 5 jaar, 10 jaar. Ik bedoel, ik ben geen profeet. Maar ik weet één ding weet ik zeker. De markt is nu goed, dus je moet nu handelen. Dus we moeten niet hebben alleen maar over plannen. We moeten nu gewoon concreet stappen maken en dingen doen en concretiseren. En wat meestal gebeurt, en dat is niet alleen in Dordrecht, we maken dingen altijd heel groot. En daardoor worden ze altijd een beetje abstract. En je kan ze een beetje kleiner maken, concreet. En dan kunnen we gewoon handelen. Ondernemers moeten daarin de gemeente steunen, maar de gemeente moet de ondernemers steunen en faciliteren. Beide hebben daar een hele belangrijke rol in. Daar in dat verband hebben we ook nog Dieldrechtsteden, die betrokken zijn om grote bedrijven naar Dordrecht te halen, met name op Kil 4. Ook dat zal een onderdeel moeten zijn van de realisatie van dat soort plannen. We hebben natuurlijk de ambitie om de top 5 MKB-vriendelijke gemeente van Nederland te worden. Dus dat betekent dat onze dienstverlening richting ondernemers nog beter moet. Dat we nog beter vestigingsklimaat maken. Waardoor de bedrijven nog beter hier kunnen groeien. En er nog meer nieuwe bedrijven naar ons toe kunnen komen. Want dat heb ik ook wel gemerkt. Als je uiteindelijk met elkaar samenwerkt, ook als bedrijven onderling. Ondanks dat je concurrent van elkaar bent, maak je de taart groter. En dan wordt het stuk uit die taart voor jezelf ook groter. En dan zijn er heel veel ambities in de stad die vooral ook inderdaad door de bedrijven verwezen kunnen worden. Bijvoorbeeld een levendige binnenstad, ja, dat zijn de horecaondernemers en dat zijn de winkels die dat ook aan toe kunnen bijdragen. Die ook bijdragen aan de evenementen die we in de stad hebben. Dus er zitten heel veel aspecten, nou ja, in de huizenbouw bijvoorbeeld. Dat moet uiteindelijk door de ontwikkelaars gedaan worden. We kunnen al die ambities niet waarmaken zonder die partners in de stad. Natuurlijk is er schaarste op de arbeidsmarkt. Er zijn te weinig goede mensen voor alle banen die er zijn. Maar dan moet je er dus juist bovenuit springen en met elkaar een enthousiast verhaal neerzetten. En Dordrecht heeft alles in zich om dat te doen. Want Dordrecht is eigenlijk nog niet waar die hoort. Ik vind dat Dordrecht in de steden, tussen de steden, een grotere, hogere plek moet krijgen. Wat we vandaag hebben gehoord van burgemeester. Dat ze heel graag in de top 5 van middelkleinbedrijf, vriendelijke gemeente willen zijn van heel Nederland. Om dat te kunnen bereiken moeten natuurlijk de ondernemers, die moeten een soort geprikkeld worden. En hoe doen we dat? Door meer jongere ondernemers te betrekken, zodat we met elkaar praten, dat we met elkaar voor elkaar iets gaan doen. Over het algemeen is het zeg maar dat de ontwikkelaars of de beleggers of de investeerders, die hebben ideeën. En die moeten eigenlijk gefaciliteerd worden door de gemeente. Dus eigenlijk vanuit de markt begint de vraag. Dus vanuit de particulier, vanuit het bedrijf. Vervolgens komen de ontwikkelaars, financiers of beleggers komen. Die willen dat uitwerken. En dan hebben ze vervolgens de gemeente nodig voor het faciliteren. Onder andere het bestemmingsplan. Dus we zijn met z'n allen een van de schakels. En er mag geen schakel ontbreken. Dus ook de gemeente mag niet ontbreken. Maar die moeten dus wel faciliteren. En ook gewoon concreet en snel.
Ondernemers kunnen korte lijnen houden met bijvoorbeeld Dordt onderneemt, wat een heel belangrijk klankbord is voor ondernemers. En uiteraard kunnen wij daar ook een rol in spelen. Maar ook ondernemers moeten zelf het initiatief nemen, moeten ook zelf met plannen komen. Het is natuurlijk heel makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen, de gemeente moet alles doen. Nee, je moet het samen doen. Wij doen helemaal niks alleen, althans we, marktpartijen doen niks alleen, ontwikkelaars doen niks alleen, beleggers doen niks alleen. We hebben natuurlijk financiers nodig, maar ook vooral de gemeente die moet bijdragen en meedenken en meewerken aan het ontwikkelen en het verruimen van de bestemmingsplannen. Want eigenlijk heel simpel, zonder de gemeente doe je gewoon niks, althans als ontwikkelaar. Het heeft geen zin om te zeggen, wij staan hier en jullie staan daar. Nee, het moet geen wij en jullie zijn, het moeten wij zijn. 2018 was zeker een mooi jaar. We hebben leuke dingen gedaan. We gaan zeker ook nog mooie dingen doen. We zijn druk aan het investeren in onder andere Dordrecht. Zeker om bij te dragen aan de woningbehoefte die er is. Zowel huur als koop, appartementen en koopwoningen. En ik denk dat het een mooi jaar gaat worden. 2018 was sowieso een mooi jaar. Ik denk dat 2019 een nog mooier jaar gaat worden. Maar ik denk dat we wel moeten waken dat we niet te simpel gaan denken over van het gaat allemaal vanzelf. Want ik ben bang dat we wel echt wel even de mouwen moeten opstropen om er echt wat moois ook van te gaan maken. Als ondernemer zelf heeft het ongelooflijk veel toegevoegde waarde als je ook enthousiast praat over je gemeente. Als je met elkaar de handen ineens slaat, als je elkaar werk gunt. Dus als het gewoon een geoliede machine is waarvan iedereen zegt, daar wil ik bij horen. Als je in de top 5 van het MKB zit, levert dat een hoop publiciteit op. Maar gaan ondernemers uit het land ook nadenken of ze wellicht onderdeel willen uitmaken van die top 5 gemeenten? Zou dat een gemeente zijn waar ik me zou willen vestigen? In verband daarmee kun je ook die banen gaan realiseren. Want dat kun je niet alleen maar op Kil 4. Dat is bedoeld voor grote transport- en logistiekbedrijven. Daar ga je geen 4000 banen realiseren. Dus ook dat het MKB is de motor van de economie, zeker ook in onze stad. Dus dat heeft elkaar allemaal nodig. Kijk, de Passion is natuurlijk op zich alleen al een heel mooi event. Het heeft een enorme goede uitstraling voor de stad. Het geeft de mogelijkheid om de stad aan miljoenen publiek weer te laten zien. Zoals we dat ook eerder met Dordrecht hebben gedaan tijdens Koningsdag, tijdens Sinterklaasintocht. Nu de Passion. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt. Maar het zijn hele mooie mogelijkheden om de stad goed op de kaart te zetten voor een groot publiek. En dat zorgt ervoor dat er mensen naar de stad toe komen, dat er bezoekers komen, dat de toeristenstroom toeneemt. En dat mensen graag eens denken van, hey, wat leuk, we kunnen eens een weekendje of een dagje naar Dordrecht in plaats van dat je een dagje naar Maastricht gaat. En dat is het effect dat we willen bereiken. We hebben ondernemers baat bij, maar het heeft ook ontzettend veel zin als ondernemers daar weer innovatieve, leuke, creatieve ideeën bij bedenken. Waarbij ze aansluiten bij dat concept van de Passion. En zeggen, ik ga daar ondernemend mee om. De Passion is natuurlijk, net als Koningsdag destijds, een prachtig middel om onze stad nog verder op de kaart te zetten. We staan al prachtig op de kaart. Iedereen heeft het altijd over Dordrecht. Als je kijkt, om maar iets te noemen, bijvoorbeeld het programma Blauw Bloed, waarin Dordrecht heel vaak voorkomt. Wij mogen ons verheugen in een warme belangstelling van het Koninklijk Huis. En de Passion is daar natuurlijk een prachtige aanvulling op. Het is helemaal geweldig. We zijn er heel erg blij mee dat het gelukt is om dat naar Dordrecht te halen. Maar ook daarin zeg ik tegen ondernemers, kijk wat je daarin kan bijdragen. Voel je betrokken, sluit aan, toon initiatieven. De Passion, en dat is iets anders wat ik van de bezoek van de koning aan Dordrecht nog steeds terughoor van heel veel ondernemers die zeggen, er zijn zoveel meer bezoekers naar de stad gekomen, dat merken we nog steeds. En dan komt de Passion zo meteen nog eens een keer overheen en dat gaat hetzelfde opleveren. Dat gaat zoveel voor de stad betekenen. En dat zie je ook aan nieuwe ondernemers die naar de stad komen, bijvoorbeeld Café Budding. Die tegen mij zei, de eigenaar ervan, ik merk dat er zoveel buitenlandse toeristen bij mij in de zaak komen. Dat is ook iets wat dankzij die investering van al die jaren in bijvoorbeeld de Belgische toeristen tot stand komt. En met de Passion, wat daar vroeg je naar, we nog beter de stad kunnen laten zien in zijn mooie glorie. En nog meer mensen nieuwsgierig gaan maken naar Dordrecht en nog meer mensen naar onze stad gaan trekken. Het binnenhalen van zo'n evenement of zo'n van de Passion is zeer goed voor de stad. En het is nu belangrijk om ook de stad gewoon ook zo heel goed op kaart te zetten. Dat vooral toeristen, want daar verdienen we natuurlijk allemaal geld aan, dat toeristen ook inderdaad steeds beter de stad weten te vinden. Wat denk ik nog wel even een bruggetje. Wat er nog een beetje ontbreekt in de stad is een goed hotel. En ik denk dat er wel meerdere kunnen. Maar wat we hebben nu voornamelijk, we staan nu vandaag in het Postillon, rand van het centrum.
Maar je wil eigenlijk in het centrum van de stad je hotel hebben en niet aan de rand. De randen zijn leuk, maar deze mensen die hier gaan slapen, die gaan morgen naar Rotterdam, Amsterdam, andere dingen. En je wil eigenlijk in het centrum verblijven en dat je 's ochtends wakker wordt en je denkt, nou, ik doe nog een rondje door de stad. Goed voor de MKB. Dus eigenlijk pleit ik voor meer hotels en misschien is de Passion wel eigenlijk een leuke aanjager om dat te doen. Ik was laatst rondleiding in Rotterdam en 10 jaar geleden, als je een straat doorliep, dan dacht je, ja, zal ik hier wel mijn huis kopen? Want 10 jaar geleden was dit ook het goede deel en dat het slechte deel. En als je nu komt en je komt 3 maanden later, dan besef je dat het 4 huizen verderop alweer beter is geworden. En dat gevoel heb ik ook heel sterk voor Dordrecht. Dat als je over een half jaar weer op een andere plek komt, dat je zegt, ja, het is hier al, het is nu alweer beter geworden. Dus dat we echt een goede, snelle beweging te pakken hebben.